Precies. Daar zijn we, volgens mij. Ja, yes. Volgens mij wel. Goedenavond. Goedenavond, vrienden. Allemaal. Community, welkom. Welkom. Heb ik geluid? Ja. Ja, volgens mij gaat dit goed. Dat ik niet weer net als... Iedere keer dan start ik vol enthousiasme en dan horen ze me niet. Maar nu gaat het goed, volgens mij. Oké, nee, we zijn... Ja, ik leer het nooit, joh. Maar het is ook, weet je. Ik ben al lang blij dat ik er weer zit. Dat is ook nog iedere week maar weer de vraag, natuurlijk. Maar goed, dus welkom allemaal. Deze week zijn we weer met z'n tweeën. Christy, die had geen tijd vandaag, dus die komt de volgende week weer bij. We hebben gelijk geluid. Spacewandeling. Die is van Space, ik weet niet. Maar goed, nee, die komt volgende week weer. Ze hadden wel een idee over de inhoud, maar dan schuiven we lekker door naar volgende week. Dus eigenlijk hebben we deze week geen inhoud, zoals gewoonlijk. Dus wat's nieuw? Wat else is nieuw? We maken het uit. We lullen gewoon maar wat. Ik heb wel wat dingen die we kunnen doen, maar... maar laten we... Ik heb geen nieuwtje van de week. Ik heb een ergernis van de week. Beginnen we met de ergernis of het nieuwtje? Ja. Ik heb een nieuwtje en dat is een ergernis. Is dat ook goed? daar kan ik het niet over. Mijn nieuwtje van de week is de FIA is een waardeloze organisatie. Ja, het is ook wel weer... Dat kan toch niet, jongens? Ja, ik ben... Je kan natuurlijk, je kan zeggen, ach, we moeten niet zeuren. Dat is misschien wel waar, maar de stakes zijn echt high. En er wordt gewoon met verschillende maten gemeten al jaren. Ja. En dat irriteert me. Ik bedoel, dat de regels te streng zijn of zo, daar kan je allemaal, wat mij betreft, discussies over hebben. Maar wat gewoon niet klopt, is dat in dit geval, je begrijpt dat ik daar naartoe wil, dat een Hamilton... En misschien nog wel meer, maar Hamilton heb ik echt de beelden van gezien. Volgens mij 27 keer buiten de lijnen is gegaan in die bocht. Daarmee omgerekend waarschijnlijk zo'n 5 seconden aan racetijd heeft gewonnen. En dat Verstappen dat volgens mij maar 1 keer heeft gedaan. Of misschien 2 keer, dat weet ik niet. En dat hij meteen wordt teruggefloten. Dat kan je gewoon niet maken. Dat is echt killing voor de sport wat mij betreft. Het is gewoon niet eerlijk. En het riekt naar opzet. Het riekt naar het feit dat ze gewoon Verstappen niet moeten. En weet je, het is gewoon... Het is een belachelijke situatie. En is vorig jaar en de jaren daarvoor zijn er ook zat dingen gebeurd... waar we ook het niet over eens waren. Maar dat waren over het algemeen dingen waar je dan meer... dat waren van die grensgevallen. Dat je ook kon zeggen, weet je, dit grensgeval reageren ze zo. En bij ditzelfde grensgeval reageren ze zo. Nee, dit zijn geen grensgevallen. Zo. Dit is duidelijk een overtreding van de regels meer dan 20 keer. Daar wordt niets aan gedaan. Vervolgens doet een ander dat 1 keer en dan wordt hij meteen teruggefloten. En dat kan dus niet. Daar kan je lang en kort over lullen. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dit bepaalt het seizoen niet. Verstappen, als de auto goed blijft en als die goed blijft rijden, dan kan die nog steeds wereldkampioen worden. En dan wordt het een spannend seizoen en allemaal prima. En al wordt hij het niet, dan is hij misschien niet goed genoeg. Of wat dan ook, dat is de sport. Dat maakt me op zich nog niet zo gek voor uit. En je kan ook nog eens een keer mazzel hebben of pech. Weet je, dat zal allemaal dit seizoen nog vaak genoeg gaan gebeuren. Maar dit, bij de eerste race gelijk, zo'n stempel erop... Door de FIA of door de organisatie. Ja, daar ben ik echt pislink over geweest. Helemaal eens. Helemaal omdat Hamilton het ook gewoon op de boordradio gezegd heeft. Zo, maar ik doe de hele wedstrijd al. Dus wat gebeurt er? Hamilton doet dat, heel de wedstrijd al. Dat ziet de wedstrijdleiding. Dat moeten ze zien. Maar ze hebben gedacht, laten we maar niet te moeilijk doen. Dat is al... Bedenkelijk, maar oké. Twijfelachtig. Dan doe je daar niet moeilijk over. Maar dan moet je niet op het laatst bij een ander wel ineens moeilijk over gaan doen. Dat kan gewoon natuurlijk niet. Ja. Dat is gewoon duidelijk met 2 maten meten. En daar kan ik slecht tegen. Ja. Dus ja, weet je, dat wordt nog een leuk seizoen wat dat betreft. Even vanuitgaan dat dit een uitzondering was.
Ik geloof er, als ik heel eerlijk ben, niet zo in dat het is omdat het Max was. Ik denk alleen, weet je, het is jammer dat ze precies op het moment dat hij, dat hij het doet, haalde die natuurlijk Hamilton in. De vraag is of die Hamilton in had kunnen halen als die niet buiten de lijntjes gekleurd had daar. Dan had hij er nooit voorbij kunnen komen. Nou, weet je wat het is? Maar, 2-3 jaar geleden hadden ze er alle twee afgelegen. Nu, denkt Max, nee. Dus die zorgt ervoor dat ze er niet met z'n beiden afgaan. En die geeft meer ruimte. Waardoor die, helaas, iets buiten de... Ja, wat is de optie dan? Ik vond het heel volwassen van hem, wat hij deed. Ik vond dat het juist de schoonheidsprijs verdiende. Dat hij niet hem er op een of andere achterlijke manier naast opzette. Hij was echt duidelijk sneller. Ja, het was ook, weet je... Dit was gewoon, wat mij betreft, redelijk clean qua inhalen. Het was dus niet clean. Want hij kwam buiten de baan. Maar daar werd heel de wedstrijd al niet naar gekeken. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ik heb wel zitten genieten. Laten we inderdaad... Dat is wat mij betreft wel de take-out toch van de race. Weet je, ik heb wel genoten. Ja. En gewoon het feit dat hij binnen een seconde over de streep komt in de eerste race van het seizoen. En ja, misschien is hem dan een overwinning gestolen. Maar super gaaf. Als dit de voorbode is van de rest van het seizoen. De volgende race is over 3 weken. Dus Mercedes heeft lang de tijd om nog te sleutelen. Maar je weet niet of ze nog beter worden. Maar ik vond het zeker. De Red Bulls staan er goed voor. Ik vind ook dat Perez het super goed deed. Daar ben ik heel blij mee, want normaal gesproken had Perez in die mix ook gezeten. Ja, en dan was het misschien 2-3 geweest voor Red Bull. Het wordt wat dat betreft, voor zover het er nu naar uitziet, inderdaad wel een heel leuk seizoen. Top. Ja. Helemaal met je eens. Super, super leuke race. Echt hartverzakking, inderdaad. Hij gaat er voorbij. Oh nee, hij gaat weer terug, weet je. Dat was echt, echt wel desillusionerend, maar wel super gaaf. Dus hartstikke leuk. En andere teams ook. Ik moet wel weer heel erg wennen aan wie waar zit. En al die andere kleuren en andere auto's. Dus wat dat betreft vind ik het wel weer even wennen. Ja. Maar goed. Zeker. En ik vond... dat had ik ook wel gedaan. Ja, beter. Ja. Voor de neus. Beter. Dus superleuk. Dus Formule 1 gaaf, maar wel met een grote kanttekening. Dus ik ben benieuwd wat daar nog... En dan die Mazespin. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer lachen. Dat gaat natuurlijk ook nergens over. Ook misschien pech en zo. Laten we kijken wat hij de rest doet. Maar het ziet er niet uit alsof dit een groot succes gaat worden. Maar goed, wel lachen. En natuurlijk al die memes gelijk over dat schip in dat Suezkanaal. Ik wil wel weer gaan lachen. Je ziet overal nu memes komen met bootjes die dwars in de sloot liggen en zo. Fantastisch. Goed. Maar dat ding is ook weer underway. Waar ik trouwens wel... Wat echt bizar is, de hoeveelheid vrachtschepen die dan in die golf van, wat is het? Golf van Bengalen, nee, wat is het? Die golf liggen daar te wachten tot ze door het Suezkanaal moeten. Ze zei dat er meer dan 300, of zo, ze hadden het zelfs over 400 schepen. 300, ja. Maar dat is onvoorstelbaar, joh. En wat een vervuiling dat trouwens ook weer met zich meebrengt. Want al die dieselschepen, dat is echt huge. Maar ook die hoeveelheid, joh. Onvoorstelbaar, voordat ze dat weer weggewerkt krijgen. En dan moet het allemaal Rotterdam de haven in tegelijk, ongeveer. Dat gaat nog maandenlang gaat dat problemen geven, volgens mij. Maar dat is het. Nee, maar dat zeiden ze inderdaad ook. Er zat gisteravond een hoogleraar scheepvaart of zoiets van het Erasmus MC aan tafel bij Bo. En er zat een, ik wilde zeggen een piloot, maar zo heet hij vast niet, een schipper, een kapitein, die op die hele grote dingen gevaren had. Ja. Die zat ook aan tafel en die zei het inderdaad ook, van weet je, ze gaan nu, en ze gaan allemaal tegelijkertijd ineens aankomen bij de havens, dus daar wordt het nu file. Ook degene die nu al geladen hadden of gelost hadden moeten zijn, die containers die hadden alweer onderweg moeten zijn naar China om de volgende lading te halen, bij wijze van spreken. Ja. Dus
Dit gaan nog maanden. Ja. Maanden. Dus we hebben nu, ja, dus we hebben de hele corona-ellende. Dan hebben we daardoor mensen die allemaal elektronica kopen, computers kopen en allemaal. En dus is dus een chip tekort. Dan is er nog in China of in Korea een chipfabriek afgebrand. Dan hebben we de, natuurlijk de, hoe heet die dingen? Bitcoin-achtige dingen die allemaal nou ja, goed gaan, voor zover ik dat hoor. En Bitcoin die stijgt en alles gaat de goede kant op. Dus je krijgt mining. Dus iedereen is aan het minen. Dus geen graphics, geen GPU's meer te krijgen. Daar komt er dan nog eens bovenop. Het begint allemaal wel een beetje te stapelen hier komen. Het is echt een big reset wat dat betreft. We komen hier niet meer uit, joh. Dit gaat nog 10 jaar duren voordat we alles weer op de rit hebben als het zo doorgaat. Tenminste, dat lijkt erop. Misschien valt het mee. Ja. Maar goed. Wat overigens ook wel lachen was aan diezelfde tafel zat de directeur of whatever van Easy Toys. Dat zijn de adult toys. Oh, ja? En die vent die vertelde dat die 12 containers daar ergens had liggen. Hij durfde geloof ik niet te beweren dat het op het bewuste schip was. Maar in ieder geval op een van die schepen die daar lag. Ja. En dat waren gewoon 20.000 goederen van hem. Ja. Die dus in die 12 containers daar liggen te niksen. Ja. En hij zegt, ja, mijn schappen zijn nog niet leeg op dit moment. Nee. Maar het is wel een issue. Ja. Het is wel een issue. Nou ja, dat krijg je dadelijk. Overal die leveringsproblemen natuurlijk. En ik weet niet, ik geloof dat dingen als AliExpress en zo, die leveren niet via schepen. Die gaat allemaal via lucht volgens mij. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Okay. Maar de grote voorraden, containers en zo, die komen gewoon veel te laat binnen nu natuurlijk. Want weet je, het schip wat het laatste aan is, heeft gesloten, die ligt er geloof ik nog 2 maanden te wachten voordat hij erdoor kan. Nou ja, ik weet niet of het zo lang is, maar in ieder geval wel lang. Ja, en dat is dan, want er zijn wel schepen zijn omgevaren rond Afrika. Dat is 7 dagen, maar, zei ze. Ja. Ja, zoiets. Maar de meeste doen dat niet, omdat ze verwachten dat er schadevergoedingen uitgekeerd gaan worden. Oh, en als je natuurlijk gewoon een rondje gaat varen, dan geef je je plekje op en dan heb je geen rechten meer op. Dus dat scheen ook nog weer een issue te zijn. Oké. Nou ja, het is in ieder geval een hele toestand. Maar goed. Ja. Okay. En waar ik nooit aan gedacht had, is wat ze uitlegden. En ik denk, ja, dat is natuurlijk. Ik ben even de wet kwijt. Want er is een of andere natuurkundige natuurlijk die dat verzonnen heeft en waar die wet naar vernoemd is. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Bulimia, maar zo heet die niet. hetzelfde waarom vliegt een vliegtuig? Omdat de lucht. Sneller stroomt boven de vleugel dan onder de vleugel. Omdat die meer afstand moet afleggen en daardoor een vacuüm creëert en omhoog gaat. Ja. Nou, dat gebeurt dus ook als dat schip zal waarschijnlijk te dicht aan één kant gevaren te hebben. Okay. En dan gaat daar het water sneller stromen. Ja. En wordt die dus weggetrokken. Aha. Waarschijnlijk is dat gebeurd. Ja, maar dan blijft. Ja, dat geloof ik. Dat zal. Maar dan is wel de vraag dat er al duizenden schepen doorheen zijn gegaan zonder dat dat gebeurde. Dus daar heeft hij toch zitten slapen volgens mij. Ja, of toch te dicht op de kant gevaren. Of, ja. Maar ik vind het wel bizar dat één zo'n kanaaltje. Ja. Zo van levensbelang is voor de wereld. Want weet je, nu is het een boot die... Nou ja, de volgende keer zijn terroristen die een boot bewust zo erin leggen. Daar is natuurlijk... Een gedeelte opblazen. Weet je, er hoeft geen dooie te vallen. Maar als je ergens een kabel op blaast, dan is het ook klaar natuurlijk. Ja. Nou, klopt. Maar daar zijn ze volgens mij ook wel op berekend. Of in zoverre, daar houden ze wel rekening mee. Dat is allemaal wel volgens mij zwaar beveiligd wat dat betreft. En ook het Panama-kanaal, hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat zijn twee hele belangrijke doorgangen die natuurlijk eigenlijk te weinig zijn. Dat moet eigenlijk verdubbeld worden. Verbreed, verdubbeld, weet ik veel hoe je het moet noemen. Maar ja, dat kost natuurlijk zoveel geld. En nu verdienen ze natuurlijk met die doorvaarten, verdienen ze heel goed. Op het moment dat het makkelijker wordt, zullen ze waarschijnlijk ook minder gaan verdienen. Maar, Zouden ze net zoals bij de pleziervaart in die ophaalbruggetjes, dan als zo'n oceaantank met zo'n bakkie. Met zo'n steeltje met een bakkie geld collecteren? Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. Ja.
Ja, ja, nee, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Maar wel Een fysieke euro per container. Ja, ja. Maar wel een groot bakkie waarschijnlijk. Ja, een groot bakkie. Onverstandig. Ja, weet je. Nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar het is wel, nou ja, goed, er gebeurt wat hier en daar. Dus, ik had het al even over Bo. Ja. Daar was gisteravond, ja, en ik weet niet meer hoe die heette. Als je het terug gaat kijken, het was om, het was precies rond een uur of 11 was dat het item bij Bo. Maar er zat een vent die een paar jaar geleden een keertje drone racing gezien had. En gedacht van, joh, dat is gaaf. Dus ja. Die was gaan bouwen en gaan klussen. En die vliegt de hele wereld over inmiddels. Om overal wedstrijden te doen. Ja. En ook dat dronevliegen, dat is tegenwoordig, dat is al zo groot. Een beetje groot toernooi, dan kan je gewoon €100.000 winnen als winnaar van het toernooi, man. Okay. Dat had hij helaas nog niet gedaan. Nee. Maar goed, ze lieten wat filmpjes zien. En ja, bizar hoe snel dat gaat. En wat voor parcours ze afleggen. Ja. En dan had er eentje bij hem. Dus hij vloog in eerste instantie rustig een beetje rondjes door de studio. En vervolgens bovenover langs techniek. En wel lachen, weet je, om dat gewoon te zien. Ja. En naar buiten en door een boom en weer naar binnen. Ja. En, ja. Maar ja, allemaal gaaf natuurlijk, allemaal virtueel. Dus gewoon met een... Met een bril op waar hij de live video ziet en vliegen. Zo, jongen. En dan gaat het jeuken. Dan gaat het echt alle kanten jeuken. Ja. Dat denk ik, dat moet ik hebben. Ja. Dat moet ik echt hebben. Ja, dat heb ik ook al heel vaak gedacht. En ik, volgens mij, voor 2-3 weken terug, DJI heeft een nieuwe drone, FPV-drone op de markt gebracht. Ja, en daar hoor ik wel hele goede berichten over. Okay. Dat is dus echt een... Qua beeldkwaliteit en gewoon gemak van vliegen en zo, schijnt dat wel echt een sprong vooruit te zijn. En veel beter dan Fat Shark. Okay. Dus, wat wel lachen was dat deze vent zei, hij zegt, je moet hem echt zelf bouwen. Ja. Want alles wat je koopt in de winkel, daar zit bijvoorbeeld een gyro in. En die verneukt de vliegkwaliteit, zeg maar. Ja, dus zij vliegen echt compleet manual. Ja. Echt zonder ondersteuning. En, ja, snap ik. Want de gyro, de gyros, die zijn te traag. Dus die doen op het verkeerde moment de verkeerde... Precies. Die maken de sluggish. Daar komt niet mee te vliegen. Nee. Dat is leuk als het voor de leek. Ja. En voor de videobeelden, maar niet als je de wedstrijdjes mee wil doen. Nee. Nou, ik weet niet, er zal in die DJI-drone misschien wel een gyro zitten. Dat zal denk ik wel. Wat ze zeggen ook van, joh, je moet daar geen wedstrijden mee gaan vliegen. Maar het is wel, het is niet echt alleen maar een foto- of een filmdrone. Ja. Het is echt wel wendbaarder, sneller. Het zit er ergens tussenin. Dus je kan er leuk sportief mee vliegen. Het is heel wendbaar. Het FPV-gedeelte werkt supergoed. En daarbij kan je er aardige beelden mee schieten natuurlijk. Dus, nou goed. Weet je, dat kost dan ook weer geloof ik €1500. Maar goed, dan heb je wel een volledig systeem... wat ook echt heel goed schijnt te werken. Ja. Dus misschien is het wel leuk om daar ook nog eens een keertje... wat extra onderzoek naar te doen. Ja. Dus wat websites en wat dingen te zoeken. Ik ben ook nog steeds... Terwijl ik daar helemaal niet ga doen. Toch nog aan het kijken naar allerlei crawlers en weet ik veel wat. En ik zie toch af en toe weer dingen voorbij komen. En nou zag ik van Tamiya weer een nieuwe. Die Lancia Rally. De XV-chassis. Oh, Niet eens zo duur. Heel gaaf chassis voor wielaandrijven. Weet je. Ik denk, jeetje. Wat zou het heerlijk zijn. Weet je. In de trant van een Lego doos kopen. Weet je. Om lekker weer zo'n Tamiya ding te gaan bouwen. En weer. Weet je. Ik zou het echt heel graag doen. En dan heb je het over €200-300 in plaats van €700-800 voor een hele nieuwe crawler natuurlijk. In de modelbouw in het najaar. Dus even in de gaten houden, ja. Er staat er vast een stapel van die ergens. Dat zou kunnen. Hoewel ook die dingen harder gaan. Alles is. Ik weet niet of je wel eens naar die gozer van die Gavin van RC Kicks kijkt. Ja. Die is op zich wel gaaf vent. En die... Ja. Weet je, alles is op. Alles is al uitverkocht voordat het in de schappen ligt, zeg maar. En de prijzen gaan omhoog.
Weet je, ja, schaarste, weet je. Het is natuurlijk... En vraag. De vraag gaat omhoog. De productie blijft achter. Dus de prijzen stijgen gewoon. En dat zie je met heel veel dingen. Ik hoorde van de week, dat is een beetje hetzelfde. In de eerste lockdown werden er voornamelijk, wat werd er nou voornamelijk gekocht? Nou, elektronica voor thuis, kleding, sport, veel sportattributen. Ja. En nu in de huidige lockdown, de modelspoor. Oh ja. Banen en zo schijnt een enorme vlucht omhoog te nemen. Ja, ja, ja. Iedereen zich suf koopt aan modelspoor. Ja. En duizenden euro's uitgeeft. Nou ja, het is leuk dat je erover begint. Ja. Ik had zoiets van, misschien moet ik eens ter afwisseling eens eventjes wat... ik heb hier in mijn ruimte wat treinen staan. Zoals jullie wel of niet weten, ben ik wel fan van... Ik heb al verschillende treinbanen proberen te bouwen. Ook wel treinbanen gebouwd. Het ontbreekt vaak aan ruimte en dan weer aan tijd en dan weer aan geld. En er is iedere keer wel wat. Nu, ik heb op een gegeven moment gedacht, omdat ik ook voor mijn werk wat met treinen bezig ben in het 3D modelleren en dergelijke. Ik denk, ik moet toch ook voor research wat dingen gaan kopen. Dus ik heb me begeven op de tweedehandsmarkt. In de trant van, ik vind de treinen gaaf, de modelspoortreinen gaaf om te hebben, maar ik ga er waarschijnlijk toch niet mee rijden. Dus ik heb ook verder niet gekeken naar of het wisselspanning of gelijkspanning is. Alle merken door elkaar. In principe wel alleen H0. En dan denk ik, dan zie ik wel. Maar ja, dat is uiteindelijk toch weer verzand in de wil om ook een baan te maken. Ik denk, ik heb geen ruimte voor een baan. Dus dan maak ik wel een soort diorama, een stukje baan. Maar dan wel eentje die eigenlijk waar die op kan rijden. Dus hij moet wel weer groot genoeg zijn om erop te rijden. Nou ja, toen kwam ik van het een en het ander. En ik heb uiteindelijk met twee modules ben ik begonnen. Nou, inmiddels staan die weer opgeslagen, want ik heb er echt geen ruimte voor. Want we hebben boven een kamer die er wellicht geschikt voor was. Die hebben we nu tot speelruimte, CQ-logeerruimte omgebouwd. Dus dat gaat hem ook niet meer worden. En mijn hobbyhok is inmiddels meer opslag dan ruimte. Dus ik heb gewoon geen ruimte voor. Dus ik heb het maar weer even weggezet. Maar dat laat niet onverlet dat ik nog wel aardig wat treinen in voorraad heb. 95% tweedehands. Ik zal eventjes hier de andere camera aanzetten. Echt, het is grotendeels tweedehands. Veel in het begin van... even kijken hoor. Dat ik wat licht erbij kan maken. Veel in het... op Katawiki in het begin... heb je aardig wat goede deals gehad. Dan heb je het over Loks die nieuw... Ja, het ligt eraan oud te zijn. Maar die zeg maar nu nieuw kan kopen voor €400 of €500. Die je dan op Katowiki voor €100 kan kopen. Nee. Maar dat is globaal. Want je hebt er ook bij, die zijn zo oud dat ze toen de tijd misschien ook €100 kosten. Alleen toen was het nog meer waard, zeg maar. Toen was dat nog veel geld. En die kan je dan nu ook weer voor €100 kopen. Maar dan normaal, als je een nieuw zou kopen, kost die €300 of €400. Maar goed, in ieder geval. En dan heb ik dan toch nog wel aardig wat... wat goede treinen kunnen... Jij ziet waarschijnlijk de... Hoe heet dat? Jij ziet het niet. Ik zal even mijn scherm delen met jou. Share screen. Start sharing. Als het goed is, moet jij zo meteen mee kunnen kijken via je ding. Oké, ik zie dat mijn eigen beeldje een beetje in de weg zit, maar dat maakt even niet uit. Ik zal mij even uitzetten. Zo zien we het waarschijnlijk iets beter. Ik zal even mijn camera loshalen. Dan kunnen we er wat dichterbij bij zitten. Dan lopen we ze even langs. Appakee. Misschien kunnen we beter hierboven even beginnen. Dit is een RE64. Met daarachter een aantal van de IC-rijtuigen. De IC2000 rijtuigen, de Dosto's zeg maar. Zoals die rijdt. Dit was nog wel even een uitdaging om...
in zijn geheel zeg maar aan elkaar te krijgen. Want dit is dus bij elkaar ongeveer 2 meter lang. Met een stuurrijtuig. Zoals je kan zien is dat een aardig end. Super, super gaaf ding. En ik heb er nog 3. Het hele officiële apparaat. Nee, er zitten volgens mij nog 2 extra wagons bij. Dan is die zoals die in het echt ook rijdt, zeg maar. Dus ja. ik had wat van die vitrines al besteld. Zoals hieronder ook. Dat plexiglas. Dat doe ik in Duitsland bij Sora. Dat zelfbouw, zeg maar. Dat wordt dus een plat pakket opgestuurd. En dan kan je het in elkaar zetten. Dus daar had ik ook van die enkele van gemaakt. Maar die kan je dus aan elkaar koppelen. Maar ik, weet je. Ergens wil ik dat ophangen misschien nog een keer. Of er zelfs nog eentje achter. Dat je hem 3 meter kan maken. Dan kan hij er helemaal in. Maar ja, dan moet je ook wel ergens een muur hebben natuurlijk. Waar dat... allemaal... Mooi boven het hoofdeind van je boek. Ja. Nou, dat zou inderdaad kunnen, ja. Goed, en verder. Ja, dit zijn... deze trouwens, die Gotardo. Dat was wel een nieuwe van Roco. Speciaal RE44. Zoals de 430 is het. Nou, de Cargo RE430. Een wat oudere RE420 in het rood. Een RE441. Daar ben ik wel heel erg gecharmeerd van zelf. Omdat ik vind dat die... Ja, we hebben een beetje door die spiegel... Zie je het niet zo goed, maar... Misschien zo een beetje... Ja, gaat wel. Echt een super cool ding. Daar wil ik eigenlijk nog ook wat oudere lifestyle wagen bij hebben. Want ik heb hier wel groene wagons. Die zouden er in principe achter kunnen. Maar er is nog een ouder type. En die zou ik er eigenlijk nog achter willen hebben. Maar goed, dus dat is die. Dat is ja, zoals ze vroeger, zoals wij ze dan vroeger in Tenero op de camping in het Lago Maggiore. Dit reed naar Locarno toe. Die dingen. Echt gaaf. Ja. Nou, als we dan even naar onder gaan, dan hebben we hier een AE66. Nou, dat is eigenlijk wel een waar ik nog een nieuwe type van zou willen hebben. En dan bedoel ik een nieuwe modeltype. Want deze, dit is echt een oude. Dit is echt een van de oudere Märklin-loks. Helemaal analoog. Maar ook qua, hij is een beetje grof. Hij klopt qua formaat niet helemaal. Dus ik zou hier nog wel een nieuwe type van willen hebben. Want ze hebben hele mooie... nieuwere, die zien er gewoon echt een stuk beter uit. Maar die zijn relatief duur. Die zijn vrij gewild. Dus daar ben ik tweedehands nog niet aan toegekomen. Maar AE66, ook wel heel, heel gaaf. Dit is een RE460. Die heb ik ook meer voor het verzamelen gekocht. Omdat ik denk dat die wel eens meer geld waard zou kunnen worden. Met die specifieke tekening erop. Verder op zich niet eens super mooi, maar wel denk ik verzamelobject worden. Dit is eigenlijk ook een lelijk ding, maar ook weer zoiets van ja, dan hebben we het maar compleet. Er zijn niet zo gek veel van gemaakt. Dat is ook een RE44, maar eigenlijk als je het bekijkt is dat een RE44-4. Dus je hebt dit is de RE441. Ja. Dit is de RE442. Dat is dan eigenlijk de RE443. Want dat is die heeft een iets andere overbrenging op de tandwielen. Dat is een cargo lok. Die kan iets minder hard, maar heeft wel wat meer trekkracht. Die is trouwens omgedoopt tot 430. Dit is nu de 420. Was de RE44. Dit was ook RE443, maar die is 430 geworden. En dit is de RE444 eigenlijk. En die rijden nu nog op een aantal routes, rijden ze nog steeds. Maar daar zijn er niet zo gek veel van gemaakt. Dus dat. Nou, dan heb ik hieronder nog wat pure BLS cargo loks. Gewoon traxen. BR185, 486. De nummers zijn in Zwitserland wat anders. Maar dat is eigenlijk, zo rijden ze in Europa heel veel. Het lijkt ook heel erg op wat de NS nu heeft als vervanging van de Vira. Het zijn eigenlijk allemaal traxen met verschillende configuraties. Dit is ook eigenlijk een trax met zijn BR189. Die heeft 4 verschillende panto's, waardoor die echt door heel Europa op alle stroomnetten kan rijden. En deze zie je ook regelmatig in Rotterdam. Die rijdt naar de Waalhaven en naar de... Naar de Botlek en zo rijdt hij vaak. Ook echt met deze tekening? Ja, precies deze. Ja. Met het, lachen. Ja. Nou, deze is eigenlijk hetzelfde. Alleen met een andere tekening. En die vond ik wel gaaf, die Alpenzemer.
De Alpentemmer eigenlijk vond ik ook wel gaaf om die te hebben als bijzonderheid. Verder qua lok vind ik het niet zo mooi, maar gewoon, nou ja, de tekening en het hele verhaal vind ik gewoon een speciaal ding. En ja, dat is eigenlijk dezelfde als deze. En dit is eigenlijk de standaard uitvoering. Dus zo rijden ze heel veel nog steeds. En die worden eigenlijk allemaal vervangen nu door de nieuwe Vectrons. Die heb ik nog niet. Vind ik eigenlijk ook een vrij lelijk ding. Maar ja, uiteindelijk zou je die voor de volledigheid ook waarschijnlijk een keer moeten hebben. Maar goed, dus dat. Nou, dan hebben we hierboven nog wat. Dit vind ik wel. Het is waarschijnlijk toch wel mijn favoriet. En rood of groen is dan nog even de vraag. Maar of zelfs cargo zou ik nog kunnen. De RE66. Dat is eigenlijk de opvolger van de AE66. Waarbij de AE66 die had twee draaistellen. Dus een Coco. Dus dat zijn twee draaistellen met drie assen. Dus die C staat voor drie assen. Dus Coco betekent twee keer drie-assige bogies. Maar die gaf toch wel wat problemen in de bochten op de Gotthard. Echt een Gotthard-lok. Wel veel kracht, maar het slijt allemaal wat hard. Ze moesten vaak dingen vervangen, veel railsen. Dus ze hebben uiteindelijk een opvolger gemaakt. Die dus een van de krachtigste loks ter wereld. 12.000 pk. En die heeft, dat is een Bo-Bo-Bo. Dus die heeft drie draaistellen met twee assen. En die middelste, die kan dus lateraal schuiven. Dus die kan, omdat je in een bocht natuurlijk anders een probleem hebt. Die voorste twee, die draaien gewoon om een, even wacht hoor. Die voorste twee, die draaien om een centraal punt. En deze schuift eigenlijk in zijn geheel onder de trein door. Zodat die... beter de bocht doorgaat. Wordt dat middelste stel eigenlijk ook aangedreven? Ja, okay, ja, dat wordt wel. Alle zes assen aangedreven. En dat is belangrijk, vandaar dat deze ook zes aangedreven assen had. Dat is belangrijk voor tractie op de Gotthard. Want kracht is één ding. Maar als je geen tractie hebt, dan kom je nog niet ver natuurlijk. Waren deze loks nou de enige die in een uppie eroverheen kwamen? Nou, gingen ze altijd in tweespan? Nou, meestal gingen ze in tweespan. RE-10-10, dus vaak een RE-6-6 met RE-4-4 erbij. En dan konden ze met meer dan 800 ton konden ze er overheen komen. Dat was vaak, maar ze kunnen wel. Dus ze kunnen er alleen overheen. Het ligt er maar net aan hoeveel je erachter hangt natuurlijk. En wat ze ook wel deden, maar dat heeft dan meer te maken met de krachten op de koppelingen. Als het te zwaar wordt, je kan natuurlijk wel 2000 ton achter een trein hangen. En dan kan je wel zeggen, hij heeft de kracht en hij heeft de tractie om te trekken. Maar op die voorste haak staat dan ook 2000 ton of meer aan goederen wat daarachter hangt. En dan kunnen die koppelingen het niet aan. Dus dan zie je ook dat er of een duwer achter zit, die dus de ruimte eruit duwt. Of dat ze ergens halverwege eentje tussen zetten. Als shiplock, zeg maar. Ze hebben van alles gedaan. Het was toen wel leuk, omdat je natuurlijk toen in het eerste veld al die bewegingen met het rangeren. Ja. Dus ze kwamen alleen met een RE-4-4 of RE-6-6 aan. En daar werd er een lok bijgezet. En dan gingen ze de Gotthard over. En die werd in Biasca of zoiets weer afgehaald. Dus, dit is dan. Ze zijn begonnen ook in het groen natuurlijk. Hetzelfde ding. Even kijken of ik hem. Ja. Maar. Gewoon een super gaaf ding. En ik heb ze heel veel zien rijden toen ik veel in Zwitserland was op vakantie. Machtig, machtig mooi ding. Echt leuk. Dus, dit is wat ouder. Het is een BE68. Dat was echt voor mijn tijd, zeg maar. Maar op zich ook wel een aardig ding. En natuurlijk kan dat niet missen. De krokodil. Dit is volgens mij een CE. Je hebt ook de BE, dat heeft geloof ik iets te maken met de snelheid die ze kunnen rijden. Verder zijn ze nagenoeg identiek voor zover ik weet. Maar en dan heb je natuurlijk ook, je hebt ook de groene, ik heb een bruine. Ze waren eerst bruin, daarna zijn ze groen geworden. En dat was zowel voor de BE als de CE's, dus die zijn allebei van kleur veranderd volgens mij. Dus, dat blijft natuurlijk ook wel een zeer bijzondere lok. Ja, en, zeker. Hieronder heb ik dan nog een RE-4-4, eigenlijk een standaard. Zo hebben ze heel veel gereden door heel Zwitserland in deze combinatie. RE-4-4 in het groen met de EW1 rijtuigen. Dit is zeg maar de opvolger van de lifestyle wagens.
Ja. En is de achterste zo'n gecombineerd ding ook voor de post? En voor nou, de, hier kon ook post in inderdaad. Dit is inderdaad een Capec-rijtuig. Wat ik nog graag zou willen hebben. Er is een versie van, maar er zijn er maar een paar van gemaakt. Die reed dus ook in, aan de Lago Maggiore in Locarno. Ik weet nou even de afkorting niet meer, maar dat was ook stuurrijtuig. Dus een Capec stuurrijtuig. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk zoiets als dit, maar dan aan één kant met een cabine, een vuurstand aan. En die is er niet, voor zover ik weet, in H0. En die zou, ja, je zou hem bijna zelf willen maken of zo. Het is echt, echt wel leuk. Volgens mij is mijn vader daar wel eens mee begonnen. Ja, dat was een, die heeft een stuurrijtuig gemaakt, maar dat waren de BDE's of zoiets. Dat was een ander, ander type. Maar inderdaad, ja, superleuk om, om te doen natuurlijk. Maar goed, dus dat is een klein beetje. Ik heb, dit is niet alles wat ik heb hoor. Ik heb nog meer, maar dit is wat ik wat hier standaard een beetje staat. Ik heb nog een paar open gaten, daar moet nog wat opgevuld worden. En ik moet er weer eens naar kijken wat ik er neerzet. En die hierboven, ja, of die hier blijft staan of dat ik die ergens anders heen ga doen, weet ik niet. En natuurlijk de Lego krokodil. Ook super, super gaaf natuurlijk. En daar zou ik nog wel eigenlijk, maar goed, ik wil zoveel, ik heb zo weinig tijd. Ik zou daar nog wel een paar goederenwagons achter willen bouwen zelf. Dus wat van die oude houten met verguter die baan erop. En dat soort dingetjes. Misschien een spoednekje. Zelf van Lego bouwen. Lijkt me wel heel leuk om, om te doen. En natuurlijk, daar hebben we onze grote vriend AT-AT, maar die hebben we al eens laten zien. Dus dat. En nou ja, goed, hier, dat is een beetje mijn hok. Nou ja, wat ik verder nog hier heb, is een paar Star Wars poppetjes. Mandalorian. Die was een keer, ja, die kon je bestellen. Heeft heel lang geduurd voordat ze er waren. Die zijn mint in box, dus misschien dat die op een gegeven moment nog verkoopwaardig zijn. Darth Vader, die is heel oud. Dat is een van mijn eerste. Ja. Die heb ik heel erg lang. Die is al wel 30 jaar oud of zo. Van AMT, volgens mij, heb ik die zelf gebouwd als bouwpakket. Nou, was er, dat had niet zoveel om het hand. Maar, maar het was wel een bouwpakket, dus die heb ik wel gespoten en gedaan. En die zit hier aan de achterkant. In de, kan je zijn hoofd nog zien. Nog zien. Ja. En die is natuurlijk zwart. Dus zo moeilijk is het allemaal niet. Maar ik heb hem toch al lang. En het is toch wel een gaaf ding. Ik heb daar ook nog in een... Maar die was voor, naar mijn idee in een iets andere schaal. Had ik daar nog een stormtrooper. Ja, een stormtrooper van. Maar die was lelijk en die viel uit elkaar. En die heb ik uiteindelijk weggedaan. Had ik misschien niet moeten doen. Maar dat, die was ik een beetje zat. Maar... Even kijken of ik een fatsoenlijk beeld kan doen. Nou, zag ik pas geleden op een niet nader te noemen filmpje een hele grote stormtrooper bij ons. Ja, dat klopt. die heb ik ooit eens van een goede bekende van ons gehad. Dus, En dan heb ik, die is vrij nieuw. Ray en BB-8. Echt heel gaaf. Daar zit ook hele mooie, die heb ik nu niet hier, maar die zit in een doos. Er zitten ook nog andere onderdelen bij. Dus andere stokken, andere handjes. Je kan er dus andere poses van maken. Andere kledingstukken. Je kan er alle kanten mee op. En BB-8. Ja, dit was gaaf. Ik heb het gezocht in Amerika. Of ik hem daar ergens kon halen. Want het kost altijd veel geld als je het moet bestellen en moet laten sturen. Dat lukte allemaal niet. Uiteindelijk heb ik hem besteld en af laten leveren bij een bedrijf waar ik toen voor werkte. En die hebben hem uiteindelijk een keer meegenomen voor me toen ze hier naartoe kwamen. Maar het ziet er ook wel echt heel erg gaaf. Ray en BB-8. Dus weet je, het is natuurlijk allemaal spielerij, maar het ziet er wel heel erg gaaf uit. Oh, en nu we toch hier zijn, dat doen we dan gelijk ook maar even. Dit is de status van mijn sticker. Qua volgorde, ik had al wat dingen... even kijken of ik de juiste kant op kan gaan. Ja, ik had al wat dingen geverfd in andere kleuren, maar... Ik kwam erachter dat toch ook niet helemaal goed was. Dus ik heb in principe alles voor zover ik dat kon gebouwd. En wat dezelfde kleur is, heb ik zeg maar afgemaakt. En dat heb ik een base coat gegeven. Die komt er uiteraard op. Dat is nu een kwestie van, die moet dan nog de goede kleur krijgen. Dus dat zeg maar dat blauw-grijzige, dat lichte. Dan kan ik dit verder in elkaar zetten en dan de details allemaal gaan doen. Dus ik heb hier ook wat gewerkt met zeg maar pre-shading. Dus
Ja, dat zie je nou niet meer zo heel goed. Maar onder, ik ben begonnen met zwarte strepen te zetten op die randen. En, en daarover ligt de laag. Weet je, nou, hoe ver dat nog doorkomt, weet ik niet. Maar dat zou een klein beetje shading moeten geven. Dat, zijn, dat is een van die technieken die je dan... Volgens mij werkt het wel. Ja, dat werkt, dat werkt wel. Ik heb wel het idee dat je het goed ziet. Ja, je ziet het wel. Ja. Dus, dat geeft wel echt dieptewerking. Ja. Oh, nee, dat is inderdaad wel aardig. Dus ik zag alleen, en ik weet niet of ik dat kan laten zien op de... Ik ga een poging wagen. Dat kan je zo niet zo goed zien. Kan ik dat wel zien? Nee. Kan ik het andersom laten zien? Even kijken hoor. Ja, je kan het zo wel een beetje zien. Stabilo staat hier echt. Nee. Ja. En dat, daar zit een sleuf in de... Dat is... Dus ja, weet je? Dat is gewoon krom. Dat is niet omdat ik het krom gelijmd heb. Maar dat is omdat het... Ja, krom in de, zo in de bouwdoos zit. Dus daar moet ik eens kijken of ik met een föhn en met wat, wat geleidelijke kracht dat misschien nog een beetje kan fixen. Want dat is wel een beetje irritant. Maar goed. Nou ja, goed. Dat is een beetje wat, wat het is, het hele verhaal. Ik zal hem weer even terugzetten naar onze andere. Hoppakee. Ja, dus dat. Nou, toch ook nog even een beetje... modelbouwachtige input. Zeker. Ik zal deze weer even terugzetten. En ach, leuk om het eerst te zien. Ja joh, en zo hebben we... zo kunnen we nog wel een aantal afleveringen vullen hoor. Met dit soort... met dit soort rondjes door. Want ik heb boven ook nog wat bouwpakketten en dingen. Dat is misschien wel leuk om volgende keer te doen. Maar dan moet ik misschien... ik weet niet of ik dat live kan doen. Dan moet ik wel hele lange touwtjes hebben. Om het live te kunnen laten zien. Maar anders neem ik het op. En dan kan het ook. Dus, maar goed. Nee joh. Ja. Ja, gaaf. Ja, dat is wel leuk toch? En als we dan misschien even nog verder gaan op die poppen, zeg maar. Ja, is dat dan leuk? Ja, ik vind dat leuk, maar dat komt ook, ja, Star Wars en ik vind dat gewoon gaaf. Ik zou, weet je, als ik de kans kreeg en ik had een man cave of weet ik wat, zou ik echt, en ik had de middelen om het te doen, zou ik echt zoveel van dat spul hebben. Want, en dan zal ik gelijk even doorschuiven, je hebt, Chris had vorige keer liet hij iets zien en die had ook wat besteld bij Hot Toys. Nou goed, Hot Toys is zo'n een bekende die allerlei zeg maar poppen en miniaturen maakt van alles en nog wat. Maar als je ziet wat de kwaliteit ervan is, hoe dat eruit ziet. Maar je hebt dus van al die fantasy series en films, daar zijn gewoon miniatuur poppen van, om het zo maar even te zeggen. Als je hier al kijkt hoe dat eruit ziet. Dus goed, kan je een beetje meekijken. Ja. Maar ook Iron Man, weet je wel. Maar ook Star Wars. Er zijn zoveel verschrikkelijk gave miniaturen. Als je kijkt naar die kop van Moff Gideon. Het lijkt ook gewoon echt op die acteur wat mij betreft. Ja. En het is gewoon super, super cool. Als ik even eentje inga. Heb je die aflevering ooit gezien van de Big Bang Theory? Waar hoe heette die kleine en die Indiër Rajesh en hoe heet die kleine? Ja. Ja, die zien online dat ze je eigen, dan kan je een 3D figure van jezelf laten maken. Ja. En dat ziet er niet uit echt. Nee. Maar goed, dus vervolgens denken ze, ja, maar dat kan beter. Dus ze kopen voor een godsvermogen een 3D printer. Ja. Om vervolgens zichzelf wel fatsoenlijk te kunnen printen. Ja. En dan lopen ze als kleine jongetjes zo blij met hun eigen 3D geprint poppetje. Ja, het is wel gaaf tegenwoordig. Die technieken die worden wel steeds beter. En ook het 3D scannen, maar ook het printen. Ook 3D printen, dat is ook zo'n ding waar ik zo langzamerhand... Ja. Wat echt gek is dat ik dat nog niet heb natuurlijk. Want daar zou ik me echt helemaal op los kunnen hebben. Ik zag pas weer een aflevering van Test It. Waarbij ze nu ook een... het is echt zo gaaf. Echt, hoe we daarop komen. 3D printen, tof. Maar je hebt tegenwoordig verschillende manieren van 3D printen. En wat ik zou willen is zo'n 3D printer in zo'n bad van resin.
Die begint dus op te bouwen van, oh, wat is veel gladder, veel mooier. De resolutie is veel beter. Dus ik laat ondertussen Iron Man even doorlopen. Maar misschien hebben we nog wel iets anders wat we hier kunnen laten zien. Maar goed, dus dat 3D-printen, dat is een ding. Deze site is trouwens heel traag. Maar ja, iedereen is die dingen aan het kopen natuurlijk. Dus iedereen zit te shoppen hier waarschijnlijk. Maar in ieder geval, Mandalorian. Veel mensen willen dat dan ook opnemen. Die willen daar dus een, zeg maar, timelapse van maken. En nou is het probleem dat, omdat er goed uit te laten zien. Kijk, dat printbed, dat printen laag en dan gaat hij omhoog, gaat hij weer terug. En dan gaat hij weer printen en dan gaat hij weer omhoog. Dus je kan er wel een timelapse van maken. Ik weet niet waarom hier geen inhoud komt, maar nou, zoals het misschien zou komen. Je kan er wel een timelapse van maken. Maar dat ziet er toch een beetje schokkerig en rammelig uit. En dat ziet niet mooi vloeiend. Nou heeft iemand heeft een sensor gemaakt. Met een touwtje die je aan je fototoestel kan prikken. En die reageert op het UV-licht. Dus iedere keer als die UV-lamp aangaat, dan maakt hij een foto. En dat doet hij iedere keer. Dus dan zie je een hele vloeiende opbouw van die print. Het is zo gaaf. Weet je, dat is alleen al een feit om het te willen hebben. Echt super, super cool gedaan. Bij Tested is er een aflevering van. Daar heb ik volgens mij al zo'n link naar gezet van Adam Savage. Die heeft een collega en die doet dat. En ze hebben een aantal mensen die daar aan meewerken. En een van die gasten, die Norm volgens mij heet die laat dat zien. Het is gewoon cool. Maar sowieso wat je tegenwoordig allemaal kan 3D printen. En als je dan kijkt naar modelbouw en zo, is er natuurlijk een wereld. Gaat er dan open. Goed, op de achtergrond nu wat Boba Fett beelden, maar het ziet er, nou, om maar even aan te geven dat dit wel echt super cool is. Jammer dat die site zo langzaam is. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar het is heel de tijd al. Maar goed, dus ja, 3D printen is natuurlijk ook super, super cool. Ja. Ik zou daar echt helemaal op los kunnen gaan. Als ik tijd en middelen en ruimte had. Ja, goed. Zijn er nog 100.000 dingen natuurlijk. Maar goed. Nee, dus nog zat dingen ook boven die ik heb staan. Daar kunnen we dan ook nog wel een keertje naar kijken. Maar goed. En verder, goed. Hey, ik had volgens mij nog ergens een programma. maar volgens mij zijn we wel redelijk. En ik. Weet je, ik heb. Eén ding moet ik echt nog vertellen. Ja, nee, want we zijn inderdaad. Oh ja, we hebben nog een kwartiertje. Dus we kunnen nog. Ja, we hebben nog eventjes. Ja. Maar. Ik heb in het najaar een nieuwe mountainbike gekocht. Oké. Okay. Ja. Het leuke is, Ed. Een van onze vaste luisteraars en kijkers, die was een weekendje bij me. En daar hebben we ook andere dingen gedaan op het gebied van bonsai en bomen. En wel lachen, we hebben een pre-bonsai voor €175 verkocht. Kijk. Dus wel gaaf. Dat is trouwens misschien ook nog wel een keer een leuk onderwerp om iets te doen. Dat is ook, dan nodigen Ed uit. Dan kan hij een keertje meedoen. Je moet gewoon even inbellen dan, de bonsai-expert. Dus, als hij dat tenminste wil. Maar dat is wel leuk. Maar goed, hij had ook zijn fiets meegenomen. Dus we hebben ook heerlijk gemountainbiked. Ja. Helaas had hij tijdens de trip een lekke band. Oh. En toen we thuis waren, ik ging mijn fiets schoonspuiten, achterband leeg. Oh, oké. Okay. En hij kreeg naar de scheid. Dus ik heb hem zondag uit elkaar gesloopt. En er zaten toch weer twee doornen in. Oké. Okay. En Erik die had al geroepen van, joh, ik heb tubeless tegenwoordig. Ja. En dat is briljant, want je ziet de doornen zitten, maar dat vult automatisch weer. En dat loopt niet meer leeg. Er zit een of ander melkspul in de binnenkant van je band, die gaten opvult. En je kan dus gewoon eigenlijk niet meer lek rijden. Oké, briljant. Dus ik heb vanochtend mijn velgen met buitenbanden naar de fietsenmaker gebracht. En €62 verder heb ik nou ook tubeless banden. Oké, okay. Cool. Maar ja, aan de andere kant, weet je, ik heb deze fiets zeg even een half jaar. Ik denk dat ik nou toch ook wel aan de derde nieuwe binnenband begonnen was. En dat is ook iedere keer een tientje. Dus weet je, dan ben je ook al €30 verder. Ja.
Ja, nee, tuurlijk. Dus... Oké, ja, maar sowieso. Ik bedoel, het klinkt als een briljante oplossing natuurlijk. Ja. Dus wel gaaf. Ja. Hey, dat is trouwens, dat is misschien ook wel leuk om... Ja. Oké, jij wilt nog even verder. Vertel. Nou, ja, dat is... Dat was dus eigenlijk toch het leuke verhaal. Maar ik nou zit daar ook een side story aan vast. En dat is dat ik natuurlijk al een mountainbike had. Ja. En die staat te koop op Marktplaats. Oké. Al maanden inmiddels. Ja. En bij een fietsenmaker zegt van... Nou, die fiets die moet echt nog wel €1100 opleveren. Ja. En ik zo, dat is een bak geld. Maar goed, ik heb voor 1200 euro online gezet. En gezegd, joh, serieus bieden, maar wel serieus. Ja, weet je, en daar wordt wel rond de 700 tot 750 euro op geboden. Mm. Nou, dan blijkt die fiets nog een... Hij heeft gewoon eigenlijk een onderhoudsbeurtje nodig. Nieuwe tandwielen, nieuwe ketting, misschien een nieuwe achterband. Dus je geeft zo 200 euro uit. Ja. Aan, ik denk, nou ja, dus dan zou die op 950 euro komen als die 1100 waard is... Dan is het nog steeds netjes, weet je. En, maar goed, dan zit er voor mij in ieder geval nog marge in om wat te onderhandelen. Ja. En zaterdagmiddag eentje, die zegt, heb je hem nog? Ja, ik heb hem nog. Hij zegt, nou, voor 750 euro koop ik hem van je. Okay. Ik zeg, nou, ik zeg, joh, deal, goed. Doen we. Ja. Nou, morgen om 3 uur ben ik bij je. Ik helemaal goed. Ja. Nou, en toen werd het zaterdagavond. En toen begon die over, ja, maar wat is nou eigenlijk de status van de tandwielen? Oh, ja, en ik zei, nou, ik zeg in de tekst kan je gewoon zien dat hij een beurt nodig heeft binnenkort. Ja. Ik zeg, weet je kan er echt nog een paar tochtjes op fietsen. Ja. Ik zeg, maar, ik zeg, nou, dan vind ik 750 euro toch te duur. Nou, wat, joh, ik zeg, doe dan een tegenvoorstel of... Ja. En uiteindelijk na heel veel heen en weer getak en weet ik het allemaal niet, weet je, ik was het zat en dat wilden ze natuurlijk. Dus ik voor 550 euro, ik zeg joh, dat is echt mijn bottom price en dan weet je, mag je hem hebben. Oké, nou, kom ik. Dus ik zondagochtend nog mijn fiets nog uit de schuur gehaald, nog even schoongemaakt, weet je, nog even wat shit tussen de ketting uitgehaald, gevet, gezorgd dat die allemaal spik en span was. Appje. Ja, ik vind hem toch te duur. Kom niet. Echt rol op. En, nou, weet je. Dus daar heb ik dus ook... Nou, ik heb het heel vriendelijk gehouden hoor. Maar ik heb wel een pittig berichtje teruggestuurd. Ja. Zo van, joh. Weet je, ja. Dit kan gewoon niet. Dit, weet je, dit is fucking irritant. Ja. Maar goed, dat gebeurde er dus. En vervolgens, gisteren. Ja, en waarom? Ik heb geen enkel bewijs of helemaal niks, maar ik zou zweren dat het dezelfde was die in het weekend het geprobeerd heeft. En waarom? Weet ik niet, maar die begon van, joh, voor 450 euro neem ik hem over. Ja, 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 ja. En daar ging ik ook weer mee zitten onderhandelen. En nou, weet je, dat kwam ook weer precies op die 550 uit, wat hij dan te duur vond. Ja, joh. Joh, rot op, echt. Ja. Maar goed. Dus eigenlijk, ik rijm denk ik de beek in hier. En dan, Dit is zo toevallig, want ik heb vanmiddag nog, vanochtend, weet ik wat, tegen Michelle daarover een verhaal. Dat Marktplaats is gewoon kapot gegaan. Dat werkt niet meer. Daar zitten alleen maar idioten op. Ik heb echt, dit verhaal is zo herkenbaar. Ik doe dat, ik ga dus helemaal niet meer die onderhandelingen in, want dat heeft nog nooit... tot resultaat geleid. Echt nog nooit. Dus het heeft helemaal geen zin. Ze willen het niet. Het is een soort sport blijkbaar voor die mensen. Die hebben daar de tijd voor. Om je tijd te gaan zitten verdoen. Want ze hebben helemaal niet de intentie om iets te kopen volgens mij. Ik heb regelmatig dingen op Marktplaats staan. Nou oké, af en toe verkoop ik nog wel wat. Dus ik kan niet zeggen dat het helemaal niet meer werkt. Maar het is compleet veranderd. Want 1. Bieden veel lager. Echt veel lager. En dan ook alleen maar... Dus geen fatsoenlijke zin. Niet van... joh, ik heb het gezien. Ik vind het hartstikke leuk ding. Maar zou je willen overwegen... om voor zoveel te verkopen? Ik hoor graag iets terug. Groeten Piet. Nee. Dat komt hetzelfde voor. Het is... Inderdaad. Ik die voor 200.
Dan heb ik eigenlijk al geen zin meer. Ze kunnen allemaal geen Nederlands. Nee, daar heb ik al geen zin meer. Dan denk ik, ja, weet je, dat wordt natuurlijk sowieso al niks. Als het zo'n idioot is die niet eens Nederlands kan schrijven, dan houdt het al op natuurlijk, want er gaat toch nooit wat worden. Dus dan, maar ik weiger me te laten. Ik stuur dan netjes een bericht. Dankjewel voor je interesse in de. Interesse. Weet ik veel wat. Jouw bod is helaas wat erg ver onder wat ik ervoor wil hebben. Ik dacht meer aan zoveel. En vervolgens hoor je niks meer. Maar dat is dus in 100% van de gevallen. Er is niemand die dan terugstuurt. Sorry, begrijp ik, gaat over. Of van mijn part, sorry, tot ziens. Weet je, niets. Geen communicatie. Zakt er lekker in. Weet je, nou, daar heb ik zo'n verschrikkelijke scheidhekel aan. Dat is er dan nog één. Maar dan heb je dat dus. Maar dan heb je ze ook nog. Die gaan wel. Je verkoopt iets voor 600. Je mag bieden vanaf 500. En die doen een bod van 500 euro. En dan krijg je een berichtje. Ik wil hem voor 500 wel van je overnemen. Dus ik meteen bericht terug. Hartstikke tof. Akkoord. Laat me even weten. Wil je het komen ophalen? Moet ik hem opsturen? Dan spreken we even wat af. En dan niks meer. Dus mensen die bieden. Een bedrag. Heel normaal. Je gaat erop in en je zegt van nou prima. We gaan het regelen. En dan hoor je niks meer. Maar ook niet, ik bedoel, het is toch verdomme niet zo moeilijk. Want van mijn part bedenken ze zich. Van mijn part waren ze dronken. En dat mag allemaal. Toen ze het deden. Dat vind ik allemaal het probleem niet. Het probleem is dat ze niet de gore, hoe moet je dat zeggen? Niet de beleefdheid, het fatsoen hebben om gewoon even te zeggen. Ze hoeven niet eens een reden op te geven. Maar stuur nou even een berichtje terug van... joh, sorry, het gaat toch over. Ik heb ooit eens één keer in een grijs verleden iemand gehad. Sorry, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik heb mijn enthousiasme toch even te snel gereageerd. Ik kan het helaas nu niet doen. Succes met de verkoop. Prima. Wat denken ze dan? Dat ik ga schelden? Of dat ik ze op kom zoeken om ze op de bek te slaan of zo? Als je dat doet... Wat is dat nou voor onzin? Dat is toch belachelijk dat er geen fatsoen meer is op dat hele marktplaats. Dat is voor de ongeletterde onder ons geworden volgens mij. Dat gaat helemaal nergens meer af. En jij nu zegt is zo herkenbaar echt. En ik had toevallig, ik had echt weken geen reacties erop gehad. En zaterdag was ik dus net, had ik met deze afgesproken voor 750 euro. En nog geen 5 minuten later, ene Joost, ik weet toevallig nog hoe die heet. Joost, als je kijkt. Ja, Joost. Een van die vele tienduizenden volgers van ons, Joost, als je zit te kijken. Die stuurt me een berichtje, heb je hem nog? Ik zeg, nou, weet je, hij is toevallig net gereserveerd. Ik zeg maar, morgen om 3 uur weet ik of die nieuwe rond is, ja of nee. Ik zeg, dan laat ik je nog even weten. Oh ja, fijn, dankjewel. Dus ik natuurlijk gistermiddag, of wanneer was het, zondagmiddag, het is niet doorgegaan. Joost nog een berichtje gestuurd. Ja. Ik zeg, joh, het is niet doorgegaan, ben je nog geïnteresseerd? Nooit meer iets van gehoord. Nee, maar dat is het dus, hè. Edwin die zegt ook, fatsoen is weg bij mensen op de marktplaats. Die heeft er ook blijkbaar al ervaringen mee. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben, want we kunnen niet de enige zijn. En zeker nu jij er ook al over begint. Het is gewoon... Maar wat moet je dan? Weet je wel, ik bedoel... Natuurlijk, ik gebruik het nog wel, want af en toe verkoop je iets. Dus, nou ja, oké. Okay. Maar moet ik... Dat is het raar, weet je. Ik kan toch ook niet... Ik moet gewoon, vind ik... daar netjes in blijven. Ja? Ik kan niet zeggen, als iemand dat zegt, ook niks terugsturen of zo. Want dan gaat het helemaal nergens over. Maar het is wel continu irritant dat je continu te maken hebt met gewoon tuig die niet eens het fatsoen hebben om gewoon normaal te communiceren. Wat Edwin zegt, je merkt het aan de tekst van de reactie, dat klopt. Dat is 9 van 10 keer al heel wat. Maar ook dan heb ik dus een aantal keren gehad dat mensen in een hele normale tekst, een aantal keren heen en weer, heel, heel normaal. En uiteindelijk dan gewoon niet meer reageren. Ook niet zeggen het gaat over, of sorry, ik heb iets anders gevonden, of whatever. Nee, gewoon niks meer laten horen dan. En dan blijven we, wat is er nou gebeurd? En je hebt ook geen idee wat er dan aan de hand is. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Ik heb heel af en toe ook gewoon hele normale... Weet je, dat is het. Net wat ik zeg, ik samen met Edwin die boom verkocht. Ja. En
Die had hij online gezet. Ik had foto's ervan gemaakt. Hij online gezet. En binnen no time een bieder. En die zegt van joh, hou me even vast. Ik heb aan het einde van de maand mijn salaris binnen. En dan betaal ik. En braaf betaald. Ja. En weet je, helemaal happy de peppy. En toevallig ook 14 dagen geleden nog een paar stoertjes die ik had staan. Ja. Vier stuks. Van joh, wat is je bodemprijs? Daar een prijs voor genoemd. Dus van nou joh, dan kom ik om 12 uur morgen. En die waren er gewoon. En weg. Ja. Weet je, dus het kan wel. Ja. Maar ja, de helft van de tijd is het gezeik. Ja. Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja. Het is weer misschien wat te negatief. Maar het is ook zo irritant. Komt wel heel veel voor. Het irriteert me echt. Ik vind het echt, als ik erop zit, denken van oh god. Weet je, dan krijgen we dat weer. En dan... Weet je, als je nou biedt... Ja. Je kan toch wel gewoon een zin schrijven? Je kan toch wel een Nederlandse zin schrijven om iets te vragen? Ik bedoel, is dat nou echt te veel gevraagd? Ja, dat blijkt voor een heleboel mensen... Blijkt dat op Marktplaats in ieder geval te veel gevraagd te zijn. Ja, en dan heb ik het niet eens over een spelfout of een D of een T. Want oké, weet je, dat kan ons allemaal gebeuren. Nee, maar gewoon lomp. Maar goed, jij hoopt ooit je fiets nog kwijt te raken op Marktplaats. En weet je, gewoon eraf halen, even wachten en hem weer een keer opnieuw opzetten. Dan moeten we gaan hangen, want het is tijd. Dadelijk worden we van de zender afgepleurd. Er gaat mijn lamp uit. Maar wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik heb natuurlijk ook... We starten gewoon een nieuw zin. Ik heb ook het mountainbiken weer een beetje opgepakt. Op mijn manier dan. Nou ja, ik zit er in ieder geval op dat ding. En ik heb natuurlijk die remmen, met dat verhaal met die remmen. Nou, ik heb die nu eindelijk goed afgesteld. En ik snap ook hoe alles zit. En hij staat recht, die V-brake die ik nog heb. En een nieuwe kabel erin. Helemaal top. Dus dat gaat de goede kant op. Ja. Maar ik blijf echt niet begrijpen wat er met dat schakelen aan de hand is. Ik overweeg toch om hem maar een keer bij een fietsenmaker langs te brengen of zoiets, want er klopt gewoon iets niet. Ik heb volgens mij, heb ik de vorige keer verteld, ik weet niet, ik heb volgens mij aan één kant drie standen op mijn stuur derailleur hendeltjes. Ja. En op de andere heb ik er volgens mij 7. Mm-hmm. Maar ik heb voor inderdaad 3 bladen. Maar ik krijg hem niet op het grootste blad. Dus hij gaat alleen maar op het kleinste of het middelste blad. En dan is mijn duwertje lam. En dan kan ik hem niet meer verder duwen. Dus ik heb daaraan zitten verstellen. Maar ik kom niet... Hij is of aan de ene kant tekort of aan de andere kant. Dus ik krijg hem niet over die 3. Ik krijg hem of over de 2 grootste of over de 2 kleinste geregeld. Ik krijg hem niet helemaal van de kleinste naar de grote geregeld. Dus dat werkt niet. Maar dat kan zijn dat ik dat niet goed doe. Maar ik snap niet hoe je dat... Ik snap niet waar je dan aan zou moeten draaien om dat te fixen. Maar goed, dus ik krijg dat niet van elkaar. Achter heb ik een cassette, of hoe noem je dat, van 9 tandwielen. Terwijl ik maar een klikkertje heb voor 7, voor zover ik het kan zien. Dus dat gaat ook nooit goed komen natuurlijk. Nou, die heb ik wel. Nou, niet wel. Die heb ik in zijn geheel opgeschoven naar de lichtste tandwielen, zeg maar. Dus alles staat nu... Dus ik trap me helemaal het laplazers als ik een gewone rechte weg heb. Want ik kan de mijn grootste... Ja, niet te zwaar. Groot voor, klein achter. Dat krijg ik helemaal niet, niet geschakeld. Dus oké, met dat anderhalve bergje is het geen ramp. Maar ik heb wel zoiets van, ja, het zou toch wel fijn zijn als het werkte, zeg maar. Dus ik moet daar ook nog eens een keer naar kijken. En nu hoorde ik, en dan maken we er echt dan zetten we een punt achter. Ik hoorde dat volgens mij op jullie fietsen heb je nog maar alleen achter een tandwiel wat schakelt, zeg maar. Nou, dat scheelt al een hoop gedoe natuurlijk. En dan heb je gewoon achter, weet ik veel, 8 of 9 of 11. Oh ja, nou, dan ben je natuurlijk... Oké. Maar ja, daar zat ik even naar te kijken. En het tandwiel om langzaam te gaan, om stijl te gaan, jongen. Dat is zo'n tandwiel aan de achterkant. Ja. Dat is een ding, jongen. Nou ja, mensen roepen al als ze langskomen van zo, dat is een oudje of zoiets. Ja, ik hoop dat ze het over mijn fiets hebben. Maar goed, nou, dat is het natuurlijk ook. Maar verder, hij doet het prima. Nou ja, nee, hij doet het dus niet prima, maar op dat dus. Nou, ik zou dus wel willen dat dat gefixt werd. En toen heb ik ze te kijken, joh, kan ik er niet gewoon een hele nieuwe derailleur set op zetten? Er zit allemaal XTR op. Het is allemaal goed nog, alles doet het. Als ik gewoon
bijvoorbeeld zo'n set als jullie hebben erop zou zetten. Maar die sets alleen kosten al 1500 euro volgens mij. Dat gaat helemaal nergens over. Daar loop je helemaal leeg dus op. Dat gaat hem ook niet worden. Dus Ik heb twee vragen, maar in ieder geval één vraag. Maar heeft hij het vroeger wel gedaan? Nee. Of is dit altijd al geweest? Nee, is altijd al geweest. Oké. Okay. Ja, wat zou kunnen, maar dat weet ik ook niet. Dat misschien ooit toen die fiets geleverd is, dat je alleen maar cassettes had van 7 achter. En dat daarna alleen maar cassettes van 9 geworden zijn. Dus je kan misschien nu niet anders meer kopen. Dat weet ik niet. Weet ik ook niet. Maar goed, dat weet misschien een fietsenmaker wel. Ik ben geneigd om te zeggen dat het... ik kan me bijna niet voorstellen dat die klikkers er niet... Dat volgens mij blijft je schakeldingen... Ja. Ik denk dat die het min of meer onbeperkt blijven doen. En dat het te maken heeft met hoe je derrière afgesteld staat. Oké, ja, nou dat zal ook wel. Toch. Maar goed, dat moet ik hem een keertje goed laten afstellen. En dan moet ik toch maar kijken. Ja, nou goed. Om hem dan misschien toch maar daarvoor een keer langs de fietsenmaker te brengen. In ieder geval om er eens naar te kijken. Yeah. Of eens even op YouTube filmpje kijken hoe je zo'n ding eigenlijk moet afstellen. Ja, dat is natuurlijk allemaal zo oud. Ja. Of dat op YouTube staat. Toen was er nog geen YouTube, toen ze die dingen van mij hebben gekocht. Nee, maar de schroefjes waar je aan moet draaien en zo, dat zal allemaal nog wel hetzelfde zijn. Nee, goed. Oké. Okay. Nou, weet je, we gaan het zien. Ja. Weet je, wat veel belangrijker is, en ik zag dat je, ik ben er wel een beetje met fast forward doorheen gegaan, maar ik heb je hele rit door Rotterdam gevolgd. Ja, wellicht wel een tip is om hem ietsjes te kantelen. Ja, dat staat ook in de tekst. Hij stond te laag, maar dat kan ik niet zien natuurlijk als ik fiets. Dus ik heb al gezegd, volgende keer moet ik hem eventjes een tikje hoger zetten. Maar ik probeer dat af te stellen. Maar ja, er is volgens mij een appje op je telefoon dat je het kan zien. Maar ik weet natuurlijk niet... Nou ja, goed, ik had geen zin om halverwege te kijken, terug te kijken. Heb je niet een beugeltje om hem voor op je stuur te zetten? Ja. Maar... Nou, dat beugeltje heb ik niet, maar dat zou natuurlijk wel kunnen, ja. Ja. Nou ja, goed. Inderdaad. Nou, dan komt de kool wel niet vers. Maar joh, je hebt gekeken. Volgende keer me ietsjes verstellen. Nee, klopt. Ja, ga ik zeker doen. Nee, ik ga dat gewoon doen. En dan, maar goed, het is omdat je dan weet, omdat ik eigenlijk de hele route wel ken. Ja. Wist waar je continu aan het fietsen was. Ja, nee, helemaal goed. Nee, top. Nee, nou, leuk dat je gekeken hebt. Ik wist niet eens, ik had hem erop gezet. Ik had er verder geen rugbaarheid aan gegeven, maar blijkbaar had je hem opgepikt. Nee, maar als serieus volger ziet dat natuurlijk meteen. Nou, helemaal goed. Oké, we gaan er een eind aan breien. Alle kijkers, we hadden vandaag volgens mij 3 viewers. Dat is, vind ik op zich wel heel erg tof. Dus bedankt allemaal voor het live volgen. En hopelijk was het interessant genoeg om volgende week weer in te schakelen. Iedere dinsdag 8 uur ijs en wederdienende zijn wij weer hier. Volgende week, als het goed is, met Chris er weer bij. Dus dan zal die wel in het Engels zijn. Nou ja, dan is het in het Engels. Dus dat is hopelijk voor de mensen ook te volgen. En dan wens ik iedereen een hele fijne week. En een vrolijke Pasen. Want het is natuurlijk bijna Pasen. Lekker eitjes zoeken. Yes. En dan zeg ik tegen iedereen... See you later. Toledoki. Bye. Bye.